Nee, in de hondenbak. Zo. Verderop zie je ook die toren en dingen. Ze willen gewoon gefilmd houden. Ja, dit zijn nou die plekken die je echt gewoon even wil laten zien. Ja, bij toeval heeft Bas deze plek ontdekt. En het is echt een mooi klein dorpje. Dit is dan het strand van Spanje. Ja, het is 5 stappen is dat bij het water. Geen trucker, hè? U bent geen trucker, maar u was wel bekend hier, hè? Ja, ik ben al 40 jaar hier. Roadtrip. We waren gestrand op deze parkeerplaats, maar mijn nachtrust werd verstoord door een soort van houtzagerij. Ja, je ziet het al, hè. Welkom terug, dames en heren, in deel 2 van de roadtrip met de Scania. We zijn alweer lekker op pad. Het is nog vroeg in de ochtend en het eerste waar we nu naartoe reizen is een tankstation. Om eens even een bak koffie te gaan scoren. Goedemorgen. Morgen. En dan loop je dan, als morgen is vroeg. Want er is nog geen goed begin, want we moeten eerst koffie, hè? Ja, hè. Ja, koffie aanzetten voor onze... Koffie! Buurtlang. Zeg je? Serieus niet. Serieus? Ja, valt toch niet. De enige tekstje uit de hoofd Frankrijk. Dat kent er niet. Dat kent er niet, jongens. Zet hier. Dat zal toch wat wezen, jongens. Nee, inderdaad, we waren er gewoon voorbij gelopen. Krijg je erbij? Speciaal. Oh. Dat geeft hij ook weer. Ah, goed, hè? Merci, merci. Goed begin, Bas. Hey. Wat bedoel ik? Zondag ga ik hartstikke dood. Dat gaat helemaal niet goed. Zo vroeg en geen koffie, dat kan niet. Nee, dat gaat het niet worden. Ik zeg proost, man. Ja, proost, dus. Dat is wel lekker. Hebben we koffie? Ik wil ook even een rondje maken. Wie gaat een rondje maken? Die gele bus. Oh ja, dat is... Die zet hij 835 is. Die spotten we gewoon. Kijk, ik toch even anders, hè, dit. Dit tankstation dat hebben we net geschrapt, hè, van de kaart. Want ja, geen croissantjes, niks. Ik ken het ook niet. Ja, en ondanks dat we natuurlijk wel koffie gescoord hebben, maar geen ontbijt, besluiten we een ander tankstation op te zoeken. Waar we nog wel even iets kunnen halen om te eten. Dat is toch wel heel belangrijk, zo vroeg in de ochtend. Maar wat een mooie omgeving. We gaan de snelweg weer op naar het volgende tankstation. Dat beloof ik uit. Ik heb er eigenlijk nog net niks van verwacht. Bij de volgende pitstop, iets verderop. En in de hoop dat we hier natuurlijk wel wat even kunnen ontbijten. Goedemorgen. Ja, Nederlanders, hè, die zit je overal. Eten. Ja, ja. Ja, dan verwacht je natuurlijk stokbroodjes in Frankrijk, spiestoletjes. Maar nee, we kiezen voor de McDonald's. Dat is wel leuk. Ben je in buitenland, maar zomaar toeristisch? Je mag zelf kiezen wat je wil, maar ja, ik vind Chinees wel een keer leuk. Ik heb in ieder geval 2 dingen erop staan. Weet je nooit leren eten van jou dus. Ja, ik moet vet hebben, anders ga ik kapot. Ik moet vet hebben. Dan gaat die hamburger op eten. Dan vind ik wat ik doe, weet je dat nodig. Als je geen energie erin dondert, dan ga je hartstikke kapot. Alle gezonde haaien eraf. Dat is wel lekker. Ben ik er mee eens. 4 eieren met spek. Hoppatee. Een krok. Krok. Dat is gewoon een bijkrok. Dat zei die oude tegen mij ook altijd vroeger. Als je ergens gaat eten, dan staat een kok en die is mager. Moet je niet vertrouwen. Hier zit het wel goed. Ja, ik heb... U laat een hond uit, waar? In de plantenbak. Nee, in de hondenbak. Dit is een plantenbak. Waarom film je mee? Dat is niet zo moeilijk. Je staat de hond uit te laten in de plantenbak. Die heeft de schoonmoeder aan de telefoon. Weet je trouwens hoe wij dat binnen de familie noemen, een schoonmoeder? Nou? Toen is mijn vader zei dat. Pas weet jij hoe dat heet, een schoonmoeder? Een ander woord. Ik zeg, een flauw idee. Hij zei, een trauma. Geen woord van gelogen, Ruud. Nee. Nou, dat is een lekker Frans ontbijtje.
Ekmuffin, lekker. Iedereen denkt dat het Frans stokbroodjes. Je ziet zo'n man met zo'n kokmuts staan en Franse cuisine. Nou, de werkelijkheid is ver te zoeken. De Frankrijk naar zo'n de klote geholpen binnen een paar tellen. Het land reageert terug. Buiten. Belangrijk, ontbijten jongens. En na een goed ontbijt gaan we de weg weer op. En wat ik zo mooi vind aan deze trip, hoe mooi het is om alles om je heen te zien veranderen. En voor Bas is dit wekelijks dezelfde rit, maar ik ben zelf nog nooit in Frankrijk geweest. Hoe mooi is dat? Kijk, dit dorpje bijvoorbeeld, wat gewoon tegen de gebergte en tussen de snelweg is gebouwd. Het is prachtig om te zien. Dat vind ik nou het mooiste van onderweg zijn. En daarna gaan we naar Spanje, waar ik ook nog nooit ben geweest. Of Portugal, waar ik ook nog nooit ben geweest. Ik zou zeggen, ga ervoor zitten en geniet even met mij mee naar deze prachtige veranderingen van omgeving. Op de rijbaan in tegengestelde richting was een heftig ongeval gebeurd en kilometers file op de andere rijbaan. Maar wat mij opviel is dat er helemaal geen file was op onze rijbaan, zoals kijkers naar de andere rijbaan wat vaak gebeurt in Nederland. Het kan natuurlijk ook zijn dat we gewoon geluk hadden. En hier zitten wij nog even gezellig na te praten over wat we allemaal gezien hebben en wat onze ouders hebben meegemaakt in het verleden. Mijn vader met zijn vader deden dit soort uitstapjes dus ook. En hoe gaaf is dat om dan zoveel jaar later hetzelfde te doen? Oh, het is al een dag zelf. Ja, ik vertelde hier Bas over het kanaal van Leroy en was geïnteresseerd en we namen even een kijkje op zijn kanaal. We hebben een intro gezien en het begint gelijk weer. Oh, wacht, dat Disneyland dat hij gebruikt. Mag ik wat zeggen, Ruud? Je mag wat zeggen. Ik vind het te veel berken lijken dit. Ja, dat is Leroy. Ja. Waarop was ik ook weer geen binnenlands chauffeur geworden? En ik moet hierbij komen nu dus. Je hebt je vliegveld Marseille, je hebt ook vliegveld Nice. En dat is dus persoons- of gewoon particuliere vluchten, zakenvluchten, maar ook cargovluchten. Maar de cargovluchten op Zuid-Frankrijk werden zo hoog en zo groot, vooral vanuit de Aziatische landen, dat op een gegeven moment die twee vliegtuigen dat niet konden capaciteit aankonden, maar het vliegtuigveld kon ook niet uitbreiden. Dus hebben ze hier in een ruimte waar niemand wat mee deed, hebben ze gewoon een cargo hebben ze gemaakt en dan wijken de vliegtuigen met cargo maar iets uit. Omdat je niet kan uitbreiden daar langs de kust. Die wou ik even heen rijden, Ruud. Ja. Doe ik even expres dit. Oké. Okay. Dit is een tankstation in Frankrijk. Dat is vlak voor de Spaanse grens. Daar ben ik eigenlijk een keertje per toeval achtergekomen. Eigenlijk rijd ik dan liever door naar de grens. Dan zeg ik, dat is nog 30 minuten van een Viro. Ja. Wat ik net zei. Dus ja, dan rij je liever door naar de grens. Want dan ben je in ieder geval in Spanje. Ja. Maar ik moest een keer zo nodig zijn. Ik denk, ik ga er toch even af bij het pompstation. En ik denk, jezus, waar ga ik er allemaal heen? Snelweg op, snelweg over, snelweg links, snelweg rechts. Waar kom ik terecht in mijn leven? Ja, ja. Dit tankstation heet Village. Dat is Frans voor dorpje. Yes. En dit tankstation is dus ook echt een dorpje. Maar het is op een oud-Franse manier gebouwd. En dat is het tankstation. Oké. Okay. En dat vond ik zo leuk om rond te lopen. Maar het is ook leuk om te zien. Ja. Dus ik kwam daar eigenlijk... Met toeval. Met toeval. Ja, zo zie je maar, hè. Eigenlijk een klein basje loopt daar. En een soort. Ja. En Ryan is net zo. Die hè, dan het laatste was hij ook. Ja, dan zit hij daar in de zitterrein, bij zijn moeder woont hij. Ja, dan komen ook vrachtwagens. Papa, die heeft voorbij die zitterrein. Die heb ik gezien. Ja, als je daar ambitie in hebt en je vindt het leuk. Kijk, die auto ken je nou ondertussen wel.
Ja, dit zijn nou die plekken die je echt gewoon even wil laten zien. Een soort centerparks idee. Echt zo'n vakantiegevoel krijg je hier. We gaan nu naar het zwembad. Hoe heet het ook weer? De Aquamundo. Aquamundo, ja. Ja, dat is een dorpje nagebouwd van het echte. Ja. De laatste keer dat ik hier was, was het iets warmer. Ja? Ja, het was bloedheet hier in die zon. Ze zijn toch net even op de verkeerde tijd hier. Ja, zo zie je maar zo'n plekje wat je bij toeval treft. Hoe mooi het kan zijn en hoe gaaf. Zie je hem al liggen, de Baron? Ja, we hebben al een plekje gereserveerd. Ja, mocht je nou op vakantie gaan en je bent onderweg naar Spanje, dan is dit wel een hele mooie plek om eventjes een pitstop te maken om de beentjes te strekken en al in dat vakantiegevoel te komen. Een prachtige plek bij toeval ontdekt. We zitten nou in Spanje, bij de Pyreneeën. Ja, de grensovergang, de Zwijnenkop, onder Guerra. De Zwijnenkop? Si. Si. Nou, dan weten we dat ook weer, hè. Ja, we hebben het bord net even gemist, want ik moest hem nog eventjes ophangen natuurlijk. Ja, de timing van de cameraman, editor, producent, ja, is allemaal weer, beneden pijl. Hij heeft weer een beetje hoofdpijn, het is allemaal weer gelijk klaar. Ja, het plan is dat we richting een locatie gaan waar we een beetje goed kunnen eten en even een tarwesmoothie naar binnen kunnen nuttigen. Ja. Nou, ik volgens mij, zover ik de familie Zwageman ken en mijn familie ken, dat eten, dat is een beetje tarwesmoothie, wat ook alcoholistisch ons naperingen, dat brengt ons weer een beetje pijlen. Dat zou goed moeten werken, ja. Spanje, Spanje, Spanje. Spanje schijnt altijd en zo. Behalve nu. Nou, welkom. We zijn in Salau. Je ziet nu al in de lantaarnpaal. Maar je ziet hem nu, hè? Ja, je ziet hem zijn. Het mooie is, hij is ook gewoon nog aan het draaien. Maar wij hebben haast, want anders gaat de keuken dicht, heb ik net gehoord. We moeten nog eten. En dan hebben we echt een probleem. Bas die rammelt. Als daar nou geen voer in gaat, dan knalt hij op elkaar, zeg maar. Ja. Oh, kut. Wat is er? Ja, dan krijg ik de grootste ruzie met hem. Uh-oh. Hij is even wat vergeten. Kan gebeuren. Nou, lekker rustig, Bas. Gelukkig wel. Het is alles en iedereen mag hier vertrekken als de kok er nog maar is. Oh ja, de kok is zo belangrijk. Anders dan wordt het helemaal niks. Ja, we komen hier binnen in een echte chauffeurstent en dat heet Pok a Pok. We zitten niet op een boot, maar het is toch een soort ankerbiertje, moet ik maar zeggen. De eerste naar 683.000 kilometer niet. Proost. Helemaal een beetje trek. Ja, altijd. Wat gaan we eten? Met jij per zelf, hè? Oh, je weet het niet? Nee. Want dat is een algemene verrassing. Nee, een huissoepie. Daar hou ik toch van. Ja. Ja, ik weet niet, ik vind dat lekker. Marcel die maakt het lekker en het is goed te doen, dus het ruikt best ergens. En na een soepje zitten we aan een lekker soort biefstuk met boontjes en lekkere patatjes erbij. Maar dat heb als titel? Wat heb dat als titel? Ja, nog niks eigenlijk, nu zijn we nog allemaal bouwen. Ja, en ik raak hier in gesprek met de oprichter van Broodje van Kootje in Salau. Begin jaren 80, 42 jaar geleden, richtte deze man de eerste snackbar op
in Salau. De eerste Nederlandse kroket die je in Salau kon bestellen, maakte Sjaak helemaal zelf. Want die waren daar nog niet leverbaar. Maar u was wel bekend hier, hè? Ja, ik ben al 40 jaar hier. Ja? 42 jaar. In 1982 ben ik begonnen hier. Ja. En toen was je... Ik ben er nog steeds. Ja. Wat een leeftijd, hè? Een Hollandse zaak. Hollandse broodjeszaak. Een broodjeszaak, ja. Vlakbij Pokapok. Pokapok, ja. Dat noemen we geen namen. Nee. Maar de zaak is nu gesloten. Ja, de zaak is gesloten. We hebben heerlijk gegeten. We moeten geld tellen. We moeten geld tellen. Ja, vroeger met de peseta was dat natuurlijk verschrikkelijk. We hadden de hele winter aan het tellen. Ja. Moesten we het geld wassen, schoonmaken, drogen. Dan moest het weer opgehangen worden allemaal. Dus dat was de hele winter mee en weer. Ja, ja, ja. Met die euro's is dat wel ten dele veranderd. In de goede zin is dat erg veranderd. Het is minder werk geworden. Ja, minder werk. Je hoeft niet meer in de badkuip te gooien. Je hoeft dus niet meer te drogen. Dus het is, het gaat vanzelf eigenlijk. Ja. Het gaat vanzelf. Nou, in ieder geval ook leuk om u te ontmoeten. Ik had hem dus gisteren ook op, hè, die mus. Ja? En toen zei hij zo van, ja, derde kerstdag, het is net. Dus ik denk, nou, doe hem niet meer op. Nou, heb jij hem wel op. Het is nou vierde kerstdag. Ja, daarom. In Spanje ligt het allemaal anders uit. Ja, ik kan hier gewoon een week door met die muts. Nee, joh. Maar ze hebben lekker gegeten. Ik zou zeggen. Ja, dankjewel, jongen. Ja. Leuk je te ontmoeten. Ja, ja, ja. Tot de volgende keer. Wij zien elkaar. Ja, best jongen. Leuk elkaar ontmoeten. Ja, we hadden elkaar ontmoeten. Ja, ja, maar ik wist het niet. Ja. Fijne avond. Ja, zelf hè. Goeie reis, jongen. Slaap lekker. Ja. Ja. Jij zegt, we hebben wel eens vroeger een zeepkistenrace gedaan. Ik denk, dit wordt onze zeepkist. Daar gaan we mee terug naar de vrouw. Hier gaan we mee terug. Ja, dan staan we in één hier ook. Sta je aan de middel van onze zee. Nederland heeft de breedste en grootste stranden van Europa. Ja. Nou, dan kijk je naar dit, is dat het strand van Spanje. Nou ja, het is 5 stappen is dat bij het water. Dat is wel lekker. En in de Muiden is dat een slagje anders. Ja. Dat is een stukje verder. Dus dat stukje dat wij de breedste stranden hebben in de Muiden. Ja, dat zie je maar weer. Dat klopt echt. Dat klopt echt. Maar het voelt wel gek. Hè? Al die palmbomen, denk je, bent in een warm gebied. Ja. Maar mijn oren vriezen eraf. Ja, het is niet zo warm vandaag. Voor de overwinteraars of strandbezoekers is deze tent open en heb je dus uitzicht over dit mooie stukje zee. Verder lopen we even over de boulevard en vinden we allerlei leuke standbeelden en zien we dat prachtige heldere water. Het water wat je altijd ziet in reclamevideo's. Het is echt prachtig helder water. Heel anders dan bij ons. Ja mensen, dan komen we langzaam aan het einde van deze video. Ik wil iedereen die hebt zitten kijken heel erg bedanken. Ook onze nieuwkomers. En Marcel zit dan daar om de hoek, de eerste straat links. Rechts, sorry. Er zijn er toch inmiddels weer heel wat bijgekomen. Ik hoop dat jullie net zo genieten van dit avontuur, zoals ik dat beleef. Zometeen zoeken wij een plekje voor de nacht. Maar in het volgende deel trekken we door de bergen. Gaan we door tunnels heen, krijgen we te maken met dikke mist, maar uiteindelijk bereiken we in deel 3 ons doel, Portugal. Ja, vind je dit nou een leuke video? Doe dan nog even dat duimpje omhoog. We hebben er heel veel gescoord in het eerste deel. Heel erg bedankt daarvoor. Super. En laat ook gewoon een leuke reactie achter. Dat doen jullie al heel goed, maar hoe meer reacties, hoe beter. En ben je nou nieuw op dit kanaal? Vergeet dan ook zeker niet te abonneren, zodat je automatisch op de hoogte gebracht wordt als deel 3 uit gaat komen. Ik probeer deze te plannen op de donderdag, dus dan is dat eigenlijk al een belofte die ik nu maak. En dan, ja, dan gaan we afsluiten en dan zie ik jullie heel graag terug bij deel 3 van de roadtrip. Ik zou zeggen tot de volgende. Zo. Ja, voor elkaar.